Yo mensen van YouTubers en welkom bij een Asterix Craft. En we gaan weer voets. Als eerste attractie zijn we weer botsauto's tegengekomen en dat gaat weer plezant zijn, van botsen. Dat is helemaal compleet een neuger. Volgens mij zijn dit kinderbotsauto's. Ik zal eerst toch afmaken. Je ziet ook echt hier een trickvonk van boven. Allee jongen, wat trekt dat nu? Nee, dat is echt... Zoiets moet je zelf kunnen. Volgens mij horen deze botsautootjes in de vorm van Obelix te zijn. Ja. Jezus, prijs. Allee jongen, dat is goed. Man, wat een kutbal nu. Oké, is het gedaan? Ja. Oké, mensen. Oké, dan gaan we nu. Dan ga ik nu eens zien wat het Romus et Rapidus is. Dat we via Minecraft het park al kunnen leren kennen voor als we echt gaan. Ja. Ah, hier is Manor Express. Ben ja, hier is die ingang, maar er staat geen naam bij, dus je moet wel weten dat dit ingang is. Ah. Het is ook echt een geweldige boomstamattractie. De boten zijn in de vorm van men hier, dat zijn zo die stenen die Obelix altijd draagt. Ah ja. En deze baan is gebouwd door Hopkin Rides. Heb ik eigenlijk nog niet vaak gezien, een boomstamattractie gebouwd door die bouwer. Deze vaart ook echt fucking wild. Dus, yes. Ah ja. Dus dat is echt, de hele baan is gewoon spectaculair. Kijk, en de zetels zijn ook cool, want er zit een scherm tussen en een leuning. Ja. En we varen hier al de hele tijd op een hoogte, dat vind ik eigenlijk niet schoon zo. Zo pilaren, zo'n boomstam in de lucht, dat vind ik niet echt schoon. Nee. Oké, okay, daar. Okay. Daar binnen is eerst een drop. Daar binnen? Ja, daar in dat kot hier. Ah, dat kot. Ik heb het in dat gebouw gezien. Ja. We gaan zien dat we airtime krijgen. Oei, dat is wel maar een klein beeldje. Dan verder is er ook nog een hal met fonteinen in deze baan, dus ook. Ook die waarschuwingsborden hebben ze hier aan de kant gezet, ze niet recht staan tijdens de rit. Ik moet daar maar beter aan houden, want bij Rome is het Rapidus, dat is de Rapid River van Park Asterix. Daar is ooit een dodelijk ongeluk mee gebeurd. Oei. Een Belgische jongen, die was verdronken. Oei, dat was niet goed, jong. Die stond al recht, voordat de boot aan het einde was. En dan botste er een andere boot tegen en dan ja, werd hem overboord gesmeten en dan verdronken. Komt hij niet zwemmen of wat? Nee, maar die zat waarschijnlijk verpletterd tussen twee boten en ja, daar zit stroming in die rivier. Hè, dus, hier, dat is ook schoon bij al die fonteinen over de boot. Ja. Dat wordt waarschijnlijk goed nat in. Nee, dat gaat. Wordt ga over de boot. Oh. Dat zijn buttons. Ja, dat zijn buttons die aan het vliegen zijn. Dat zijn zo van die soul buttons. Die zou we nog niet hebben. Ja, die nieuwe waren in 1.16. Overal ligt er gewoon water, zie je. Voor dit kleine stukje pompen ze water naar dit stukje. Amai. Terwijl dat ze ook gewoon transportbanden kunnen zetten. Of de drop direct laten doen. Oké, de grote val. Amai, dat is wel heel hoog precies. Ja, foto. Hi. Hi. Hoe hoog was die drop?
Een stuk of 14 meter, schat ik. Amai. Of iets hoger, ik weet niet. Bam, mensen, we komen terug aan in het station. Nou, hier hebben we een droogmachine, dat heb ik wel even nodig. Hey, zeg, het is een droogmachine, geen pornomachine. De Peripherics of SOS Peripherics, ik weet niet hoe je het precies noemt. Er is de kinderachtbaan van het park. Wacht. Deze is een enkele acht van Zierer. Moet er maar één persoon in of van per kar? In het echt niet, maar hier is wel. Een enkele acht dus, Walibi Holland heeft ook zoiets staan. Wat is dat toch wel eten? Een enkele. Ah, zo! Ja, een Zierer Tivoli Medium. Dat is in de vorm van een acht of wat? Ja, gemaakt 1-8. Je hebt dan ook Victor's Race bijvoorbeeld van Plopsaland, dat is een dubbele 8. Ah ja. Ja, ik snap het. Ja, deze is dan wel een stuk beter onderhouden dan die van Walibi Holland. En die gaat ook 2 toeren dus. Wel 3 toeren denk ik. Ja, Walibi Holland, dat moet ook eens treffen. Dat is nooit geweest. Ja, ik al 2 keer, maar ik heb er nog geen fatsoenlijke review gemaakt. Ja, dat kan je ook niet doen. De eerste keer dan heb ik gewoon niet gefilmd, want toen waren we een half jaar zo gestopt met YouTube. Oké, dan de topachtbaan van het park, de Osiris. Ja, deze is ook wel een schoon getimde wachtrij. Ja. Oh jongen. Een parabel of zo. Ja, of zo'n jakhal, zo'n typisch Egyptische wijze. Oké, hier hebben we de Osiris. Ik alles. Het front ziet. Oh, dat is een meisje. Is dat ook een van de verdedigde versies? Ik zal het op de map zien. ziet hem loeren. Hoe noemt dat? Osiris, die staat daar rechts van boven. Ja, zouden we wel die spinnenwebben, zouden we daar eventueel ook modellen van kunnen maken. Wat is dat normaal net? Ja, dan moet je een nette voorstellen. Zoals als je op de lift iets kwijtspeelt, dan valt dat daarop. Ja, en als je die kwijtspeelt? Ja. Dan zetten ze de clochard, ja. Oh ja, die gaan gewoon kop op. Ja, looping, dive loop. Dan hebben we een immelman. Ah nee, looping is deze. Ja. Hier, dit is de immelman. Okay, dan gaan we door een mistbak. Goeie lief. G-roll nog eens, echt een topachtbaan dus. Dat ik niet treffen in het echt. Ja. Hoop ik me er ook voor steken. Ja. Oké, nog een G-roll precies. Ik wel nice als ze gedacht hebben aan achtbaangeluiden. Kun je remmen. Oh, daar is het testpoppetjes, hè. Ah ja. Oké, mensen, nog een ride. Wou we eens even rondkijken. Ik heb ook beter meegepikt. Paarden, man. Ah ja, hier ligt Transdemonium, dat is een dark ride. Ze zullen die doen. Hier, dat zijn ze van die kleine karretjes. Ja, tegen zie je, die hangt aan touwtjes, zoals een marionet allemaal. Ha! Wat een avontuur. Pinocchio. Ah, Pinocchio. Is er enge muziek? Nee.
Niet is niet bang. Niet is door. Precies. Hier dan ga je redelijk vlot, die kamers zijn fucking klein. Je zijn weer niet aan het opletten, hè? Nee, we hebben niet op mijn eigen wijze aan het zien. Oké, Ricolas, ik ga weer mijn zin. Oh, ziet er gezellig uit. Wel een beetje donker. Schrik. Ik denk dat dit nog wel een beste goed spuik is qua jumpscares. Is er wordt rijden door midden gezaagd. Hier gaan we een beetje omhoog en dan gaan we een klein beetje naar beneden vallen. Zo'n klein beetje achtbaan. Het zijn letterlijk marionetten, gehoord. Marionette. Hier zo het enge van deze dark ride is misschien zodat dat de poppen zo heel dicht bij de baan staan. Staan we nu stil of is dat? Ja, nu zijn we door aan het gaan schrijven. Nu gaan we wat rapper zijn. Ja. Dat is precies. Ja, dat was precies. Een... Dat zijn projecties, denk ik. Dat effect hebben we ook zo'n groen ding. Ik denk het wel. Stukken omhoog gegaan. Ik wil nu gaas geven. Oh ja. Maar nog best een goed spuikhuis met je dit. Ja, vooral wat je zo rapper gaan doen dan. Ja, dat is altijd plezanter. Hè. Een plek van gewoon een dark ride waar je met 2 per uur langs alle scènes gaat. Kermis in de hel, jongens. Skeletpaarden. Oh ja, is dat goed in de fik, ja. Kermis. Oké, we zijn aan het ding. Bam! Bon, we hebben er nu al wel redelijk wat gedaan, dus we zullen nog een attractie pakken. De Voldicar. In de volgende aflevering doen we Rome's en Trappen, dus want zo'n attractie, ja, duurt nog redelijk lang. Wat is nog niet gedaan? Is nog niet gedaan of wat? Wacht, we zijn toch niet opnieuw aan het nee, wacht maar. Dat was maar even een drop, jongen, dat was maar even zo gevaarlijk. Het is ook een jumpscare. Misschien. Oké. Dan gaan we nu naar de laatste achtbaan. Le Voldicar, denk ik. Maar jij bent een professioneel Frans spreker. Professioneel? Amai. Deze is denk ik ook wel een grappige baan, alleen maar ruw en die is echt weird, jongen. En ook maar een simpele huidbeugel. Maar ik denk dat die wel ruw is. Oké, we gaan
Dit is ook zo'n achtbaan met zo'n fucking harde eindrem. Ja, zo'n Speedy Bob. Ja. Dat is niet normaal, jongen. Speedy Bob, dat wisselt af. De ene keer is die rem echt fucking pijnlijk, de andere keer is dat wat fijner. Ja, we moeten kunnen voorbereiden daarop, jongen. Ja, we vliegen hem, okay. We vliegen over de baan, precies. Ja, hier hebben we, nef, hier hebben we een polyp van Schwarzkopf, neffe. Nou ja. Dan is er ook nog een soort vliegend tapijt, ja, dat is voor volgende video zo. Rome is het Rapidus, Pegasus Express. Dus vanaf nu weet ik wel wat attracties liggen. Ja, dat is interessant voor als we in het echt gaan. Block breaks. Hier komt echt tot volledige stilstand. En dan krijg je net als bij Goudrix weer zo'n klein achtbaanstukje. Ah, oh, jongen, jongen. En dan wordt opnieuw afgeremd. Goed. Dat was de Spargastrix weer voor vandaag. De volgende video gaan we de Rapid doen, gaan we de Polyp doen, Vliegend Tapijt, Pegasus Express. Dus vanaf nu weten we wel wat attracties te vinden voor de volgende video dus. Tot dan, ciao.